Om blessures te voorkomen, kan je is je handen bandage om je handen doen een goede manier. In ieder geval een stap in de goede richting. Er zijn natuurlijk duizend manieren voor. En dit is mijn manier. Ik zal het even laten zien. Rol hem eerst even helemaal uit. En dan beginnen we bij het begin. Zit hier altijd zo'n lusje aan. Die doe ik om mijn duim. Dan doe ik hem naar binnen. Dan doe ik hem op mijn pols. Even nog een keer om mijn pols, dat hij vast zit. Dan ga ik van de andere kant van mijn pols ga ik naar mijn duim. Duim vast. En duim van de andere kant vast. Nou ben ik zelf een pietlut, dus ik wil altijd dat dit hier naar achter zit. En dat ik hem dan er nog een keer omheen doe. Zodat dit hier blijft zitten. Dan ga ik weer naar de bovenkant. En wat ik dan doe, is dat ik mijn vingers ga vastmaken. Dan begin ik nu hier met allemaal tegelijk. Dan kom ik er helemaal omheen. En weer terug naar mijn pols. Van mijn pols ga ik onder mijn pols door. Terug naar mijn vingers. Wijsvinger. Over mijn wijsvinger heen. Over de knokkel heen. Die kant op. Terug naar mijn pols. Ringvinger. Aan de binnenkant. Terug naar mijn pols aan de kant van de duim. Dan naar mijn middelvinger. En terug naar mijn pols via mijn knokkel. Nog één keer. Al mijn vingers. Terug naar mijn pols. En dan ga ik altijd dit een beetje in elkaar duwen. Dit wil ik naar achter hebben. Dit wil ik zoveel mogelijk naar mijn duim hebben. Maak ik het hier. Maak ik het vast om die pols heen. Zodat die pols goed vast zit. En uiteindelijk kom je hieruit, zit je vast, zijn je handen enigszins beschermd. Helemaal als je ook nog handschoenen eroverheen doet, dan zit alles goed vast.